Yo allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag start ik hier in een kleedkamer met allemaal spullen. En wat ik sowieso al heel vet vind, moet je eens even kijken. Ik heb gewoon mijn eigen koelkast helemaal gevuld met lekkere dingetjes. Maar jullie denken vast waarschijnlijk van, hey, die thumbnail, wat is dit voor serie of wat wordt dit voor video? Nou, kijk eens even aan. We hebben hier een kamertje met beeldschermen. Hier hebben we zelfs een kamer met regie erop. En kijk eens, hier zitten allemaal mensen klaar en te kijken naar andere camera's. Dus we lopen snel door, want ik ga jullie wat laten zien. Het is een keer wat anders dan normaal. Want kijk eens even aan. Daar zitten kinderen en ouders. En moet je eens eventjes kijken. Een hele studio voor deze YouTube-serie. En vandaag iets anders dan normaal. Namelijk, welkom bij de grote spelshow. En dat doe ik niet alleen, want ik ben hier met Stefan de Vries. Yes. Welkom bij de grote spelshow waarin kids in teams met hun ouders, broers, zussen, katten, honden, maakt niet uit, tegen elkaar strijden met spellen van Ravensburg. Het kan allemaal en we hebben de leukste spellen en te gekke opdrachten die de ouders moeten gaan uitvoeren aan de hand van het bordspel. En na elke aflevering hebben we twee winnaars. Maar als we winnaars hebben, hebben we natuurlijk ook verliezers. En de verliezers die gaan onder de slijmdouche. Steef, er zitten drie toppers op ons te wachten daar, dus laten we naar naartoe gaan. Ja. Ik ga hier de eerste af. Oh. Kom Steef, ga. Ja, spring. Oké. Welkom in de lounge en ik zit hier naast drie toppers, Jada, Aiden en Kingston. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Stel je eens even voor, hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar. En wie heb je meegenomen? Mijn vader. Denk je dat je vader het goed gaat doen? Ik hoop het. Ja, maar jij kan het heel goed doen, maar hij kan het gewoon allemaal verpesten. Ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 10. En wie heb jij meegenomen? Ik heb ook mijn vader meegenomen. En hoe oud ben jij en wie heb jij meegenomen? 11. En mijn vader. Ook? Oké, dus we hebben drie vaders. Voordat we gaan beginnen, gaan we eerst de spellen bepalen. Dus speelgoed meneer, wat zijn de spellen? Oké, guys, in deze eerste aflevering heb je keuze uit twee spellen. Namelijk Ramses, waarbij je schatten moet gaan vinden onder de piramides. En Rush Hour. Een rood autootje ga je zo snel mogelijk uit de file laten ontsnappen. Welke keuze wordt het? Dat zijn wel twee hele leuke spellen, toch Steve? Dat is wel echt kicken. Maar goed, ja, wij mogen niet kiezen. Jullie gaan kiezen. Dus ik ga aftellen en dan schreeuw jullie de naam van het spel dat jullie willen spelen, ja? Komt-ie. Ja. 3, 2, 1... Ramses! Nou, duidelijk, Ramses. Maar goed, we hebben natuurlijk ook een winnaar. En het is leuk als de winnaar ook met iets naar huis gaat. Dus Stefan, wat krijgt de winnaar? Oh, wow! Een heel Ravensburger speelpakket. Dus als je wint, ga je gewoon naar huis met dat ding. Zijn we er klaar voor? Ja! Ja. Weten we het heel zeker? Ja. Ja! Gaan we die trap oplopen dan? Ja. Ja! Let's go, we gaan de trap op! Okay. Kijk eens even aan. Het licht mag aan. Kijk eens eventjes. We hebben top geregeld hoor, Finn. Oh, de vader zit ook alweer klaar. Dag heren, dag heren. En moet je eens even kijken, jongens. We hebben een echte scheidsrechter, namelijk speelgoed meneer. En speelgoed meneer gaat ook eventjes uitleggen wat de spelregels zijn. Dus speelgoed meneer, brand los. Onder die piramides zitten allemaal schatten verstopt. En het is aan de kids om zoveel mogelijk schatten te gaan verzamelen. Heb je een schat verzameld, is die kaart van jou en mag je vader over de stormbaan zijn ballon in die emmer krijgen. Staat er een 1 op het kaartje, krijgt hij 30 seconden. En staan er meer punten op, krijgt hij 10 seconden extra per punt. Ik vind het duidelijk. Vind jij het duidelijk, Steve? Ik snap het. Vinden jullie het duidelijk? Ja. Snap jullie het, ja? Ja. Ik heb alleen nog wel een beetje verwarring van hoe gaat het parcours nou eigenlijk? Laten we het Steven even doen. Heren, met ballon of zonder ballon? Met. Oké. Is goed. Ik heb hier echt een fantastisch ding van jou. Ja, hier worden dus ballonnen in vervoerd. Ja, dus dan doe je die zo om je nek. Je stapt dan hier op dit ding. Stefan, weet wel dat je maar 30 seconden hebt, hè? Ik kan het veel sneller, maar ik doe het nu even heel rustig. Gewoon omdat ik dat wil. Je hebt nog 20 seconden. Omdat ik dat wil, hè? Niet omdat ik het niet kan. Ik doe gewoon heel rustig aan. Over de groene lijn. Volg je de groene lijn? Ja. Nou, ik zeg eerlijk, dit is dus veel moeilijker dan dat het lijkt. Het is doodeng. Als je valt, val je op beton. Leuk om te weten. Wow, yes. Oh. Dan mag je weer de groene lijn volgen. En dan ga je vervolgens gaan we hierheen naar dit obstakel. Ja, ga maar omhoog. En als je daar boven bent, dan moet je de ballonnen in het bakje krijgen. Ja, en dit is ook echt hoog, hè? Boom! Wow! Ja? Kijk, zo moet ook. En nog heel hoog. Ja, dat is ook knap. Ja, dat is ook knap. Dan gaan we terug naar het bordspel. Maar voordat we gaan beginnen, moet ik natuurlijk wel bepalen wie er mag beginnen. Wie is de jongste?
spreken. Nou, dan mag jij beginnen. Maar wil jij nou ook dit leuke spel spelen, Ramses? Ga dan naar je favoriete speelgoedwinkel en haal het in huis. Zijn we er klaar voor? Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, start het spel. Oké. We zoeken een gouden bril. Oké. Dit is een tweekaartje en dat betekent... Oh, je hebt hem! En het is ook nog eens een tweekaartje, dus dat betekent dat je de 10 seconden extra krijgt. Dus in totaal 40 seconden om het parcours te doen. En wie had hem goed? Jij had hem goed, hè? Dus vader Rood, jij mag beginnen. Oké. Let's go! De eerste. Even een belangrijke. Ja. Oh, sorry, de scheid zegt wat. Ja, de belangrijke. Vader moet wel even het helmpje dicht doen. Ja. Ik ga aftellen. Oké. Heb je vertrouwen in vader? Ja. Goed zo, dat is belangrijk. Ja, zijn we er klaar voor? Yes! In 3, 2, 1, start de tijd! 40 seconden de tijd, daar gaan we! Dat was al een van twee ballonnen! Oh, er gingen al twee ballonnen! Oké, dit gaat soepel hoor. Ja. Calm and collected, hè. Dat is wel... Hey, Steve, hij doet het wel beter dan dat wij deden op het begin hoor. Nee, maar ik deed het gewoon... Jij deed het... Jezus! Dat is mooi! Oh. Steve, je staat op de weg! Oké, ja, en voorzichtig, maar hij heeft bijna alle ballonnen nog. Ik heb hem echt vol gedaan, dus dat is wel een voordeel. 3, 2, 1, stop de tijd! Dat betekent dat er gewoon nog steeds geen ballonnen in zitten. En hij had nog 10 seconden extra ook, hè? Ja, 40 seconden. Moet je nagaan als je het in 30 seconden moet doen. Hé, dit is een lastig spel, jongens. Dit wordt wat. Oké, de tijd is voorbij, maar scheids. Hij staat daar nu, maar wat is de bedoeling nu? Ja, de tijd is op, maar wat hij mag doen, hij mag nu weer naar beneden. En aan het begin van het onderdeel mag hij gewoon blijven staan. En als hij straks weer aan de beurt is, mag hij naar boven. Dan mag je gewoon weer naar boven en dan mag je daarna ook gewoon weer door. Ja, ja. Zo, het tempo zat er lekker in, dus laten we dat vasthouden. Letten. Gewoon goed opletten waar alles zit. Ja, Team Blauw mag van start. En het is een kaartje met 1, dat betekent dat je 30 seconden hebt. Maar Team Rood had net 40 seconden en dat was al lastig. Dus dat betekent dat je echt flinke tempo erin moet gooien. Ik voel de druk. 3, 2, 1, start de tijd! Yes! Oké, en over een wip en dan gaat hij naar beneden. Dat ziet er heel goed uit! 10! Nog 10 seconden 9, en hij staat er al bijna. 8, 7, in de blauwe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Jezus! Hey! Maar scheids. Ja, wacht eens even. Hij had 1 trapje hoger moeten staan. Ja. Maar dan, scheids, gaat de emmer dan leeg? Of is dit... Oké, ik weet het goed gemaakt. Wat we gaan doen is, we gaan die emmer verdelen over de andere 2. Dus dat alle 3 evenveel heeft. Ja, stop maar. Volgende nog een beetje, ja. Verder deed je het wel goed. In 30 seconden heb je wel een paar ballonnen erin kunnen weten. Oké, jekkeren. Kijken. Ja, dit is eerlijk zo, toch? Vader Blauw mag lekker naar beneden en wij gaan door. Bam, ik heb er 3! We hebben een 2-kaartje voor Team Blauw. Team Groen, wil je nog meedoen een keer? Je zit daar maar. Doet het goed. Voel die focus. Oh. Ja. Team Groen. Yes. Papa, je mag. Lekker, Team Groen. En even een 2-kaart. Oké. Papa Groen. Hup, Papa Groen. Ja. Tijd is op. Stop de tijd. Maar is rood voorbij groen gegaan? Nou, ik denk dat ze gewoon allemaal letterlijk gewoon precies even vol zitten. Maar weet je wat het spannende is? Hier is je nou nog maar 1 kaart. Dus gaat nog maar 1 iemand rennen. Dit wordt een spannend einde hoor, jongens. Hey, laten we snel naar het worstvel gaan. Want dit is de finale. De finale. Het gaat ook voor 3. 50 seconden. Oké, daar gaan we. Wie was er aan de beurt? Het gaat om 50 seconden, jongens. Een trick. Dit kaartje kan betekenen dat jouw vader wel of niet onder de douche gaat. Oh! We hebben hem! Team Blauw! Oké, zijn we er klaar voor? In 3, 2, 1, start! Voorzichtig, rustig aan. Oh, en nog een paar ballonnen.
5, 4, 3, 2, 1, stop! Let's go! Oké, vertel, wat ging er door je heen? Ja, het is, voelde de druk wel. Ja, je bent lekker aan het eigen. Ja, precies. Maar je ging wel hard. Ja, ik denk, weet je, het is alles of niet. Maar heb je geteld hoeveel rondjes je in totaal je bent geweest? Nee, echt niet. Nee, het is gewoon stand op nul en gewoon gaan. Oké, maar jij hebt gelukkig geteld. Hoeveel waren het er? Ja, veel. Veel, ja klopt. Maar echt heel veel. Dat had ik ook inderdaad. Hey. Hoe voelt dat nou? Want volgens mij... Ja, ik denk dat ik het net niet heb gered. Denk het net niet. Nee, hè? Maar toch lekker gespeeld. Dat wel. En je bent ook niet laatste. Nee, dat speelt ook weer, hè? Oké, ja. Papa Groen. Ik wil het er natuurlijk niet invrijven, maar volgens mij is het emmertje van jou wel het minst vol. Hè? Ja, hoe ga je met dit verlies om? Is het heftig? Komt hard aan, ja. Ik dacht, het gaat goed. Het gaat goed, maar op een gegeven moment, ja. Maar jullie hadden wel de allermooiste comeback die er was. Ik denk dat het tijd is om te gaan meten. Oké. Meten is weten, jongens. Nu komt-ie. 70 kan jij. Oké, rood is op 17,5 centimeter. 17,5 centimeter. We gaan door naar groen. Groen is 15 centimeter. Oh. Oké. Dat betekent dus dat groen nu op dit moment onder de slijmdouche zou moeten. Maar we hebben team blauw nog. Een roffeltje. Ja. Blauw vanaf is 19 centimeter. 19 centimeter! Ik denk dat die blauw heeft gewonnen! Gefeliciteerd! Maar... Ja, dat betekent wel dat vader Groen onder de slijmdouche moet. Oh nee. Wie gaat er met hem mee? Want we hebben natuurlijk ook nog een winnaar van het bordspel. Dus laten we naar het bordspel gaan en laten we de kaartjes gaan tellen. Met wie gaat vader Groen onder de slijmdouche? We gaan tellen. Jij mag beginnen. 6. 9. 9. 13. 16. 16. 16 punten voor team rood. Oké. Is dat genoeg? Team groen. 4. 6. 10. 11. 11. Oeh. Dan moet jij onder de douche op het moment. Samen met je vader. 3. 8. 11. 13. 14. 15. 18. 18. Dat betekent, jij had er 17 toch? 16. Dan heb jij gewonnen. Blauw en team blauw heeft gewoon het volledige spel gewonnen. En het speelveld en het bordspel. Maar, we gaan naar de slijmdouche zo. Alleen, jij wil ook onder de slijmdouche. Ik wou onder de slijmdouche. Daar ga ik ook mee. Dan ga je ook mee? Ja. Dan gaan we allemaal door. Iedereen! Dan gaat iedereen! Gaan we toch allemaal. Nou, dan gaan we er zo naartoe. Let's go! Onder de slijmdouche! Dat was een heel erg leuk spel en alles ging heel erg nek aan nek, dus we hebben winnaars. Oh, wacht. Die staan ook allemaal hier. Ah. We hebben hier een heel prijzenpakket voor jou. We gaan hem zelf eventjes hier bewaren. Of dan kan je hem straks vastpakken, anders is hij helemaal vies natuurlijk. Als je meedoet, dat is niet handig. Nee, dat is niet handig. Doen we maar niet. De verliezers. Ja, dat zijn jullie toch echt. Maar gelukkig sta je niet alleen onder de slijmdouche. Maar we hebben nog iemand nodig die op de knop drukt. Oh ja. Kingston, wil jij op de knop drukken? Dan word jij ook standaard gered. Zijn jullie er klaar voor? Stefan, ben jij er klaar voor? Want voor jou is het ook natuurlijk best wel zwaar allemaal. Ja, het is best wel heftig dit. Ja. Het is heel zwaar, dus let's go. Oké. 3, 2, 1. Laat maar komen! Bam! Wow! Daar komt het! Daar komt het! Wat lekker! Oh ja, lekker in het nekkie. Heerlijk! Eden, gefeliciteerd met het prijzenpakket. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En tot volgende week. Joejoe! Woe! Goed gedaan allemaal. Je kan nu zo schuiven. Dat is ook wel.